してきた。しています。Oh, hey. Hey, Coco. Was je niks opgevallen aan mijn deur? Oh, nu je het zegt, ja. Wat ben je aan het doen? Ik was gewoon, landschapskunst aan het waarderen. Oh, wat een wonderlijk tijdsverdrijf. Ik ben zelf een groot bewonderaar van Pierneef's geometrische landschapstudies uit de jaren 20. Wie is jouw favoriete schilder? Hitler? Morgen zijn dus de geschiedenispresentaties en ik heb wat, technische problemen. Oh, wat is er gebeurd dan? Heb je geprobeerd hem opnieuw op te starten? Maar toen dacht ik, hey, Maya zit altijd achter de computer, dus zij weet waarschijnlijk alles van presentaties maken. Dus, wat dacht je ervan om vanavond gezellig samen te werken? Ik zit vast. Ik heb geprobeerd om vooruit te komen. Echt waar, maar bij elke poging die ik doe, maak ik het mezelf alleen maar erger. Nee, echt. Ik ben niet eens metaforisch aan het doen. Ik zit echt vast. Geen paniek. Denk eraan, het is maar een fase. Niets om wakker van te liggen. Stel je voor, geen school. Geen adoptiezusjes, geen eeuwige extra... Verduiveld, dit zijn geen specerijen. Mei, wat ben je aan het doen? Wel, als ik het niet dacht. We hebben een lafhartige deserteur te pakken. Zou je me misschien los willen maken? Zwijg, barbaarse Belg. Op order van de heren 17 moet elke landsverrader strafrechtelijk worden gekilhaald. Ik kom uit Brabant eigenlijk. Maar voor zo'n onbezoedeld exemplaar kan ik wel een betere bedrijvigheid bedenken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, ga je mijn maagdeneiland koloniseren? Nee, jij krijgt een enkeltje naar de rijstvelden, jij vuile sodemiet! Wat denk je wel van je bloedeigen zus, Fritzel? Technisch gezien, in het geval van adoptie is het geen... Impliceren? Ik bedoel, ik speelde gewoon mee. Dit is toneelkunst. Niet een van die decadente oriëntale tekenfilm van jou. Lees jij mijn schoolkrantartikelen wel? Niets persoonlijks, Maya. Ik ben vanavond iets wat geëxalteerd voor de belangrijkste dag van het jaar. Wil je me losmaken? Geschiedenispresentatiedag! Aanschouw! Dit jaar heb ik mezelf echt overtroffen, Maya. Mijn optreden wordt zo ontzagwekkend dat ik eindelijk zou worden gepromoveerd tot klasvertegenwoordiger. Of in andere woorden... Absolute duizeling over de hoge onze mensen! Dat is niet wat de klasvertegenwoordiger doet. Ik verzeker je, Maya. Morgen krijg je een geschiedenispresentatie die je niet snel zult vergeten. Thank you.
nou geschiedenis vandaan? En dat was mijn presentatie. Zijn er nog vragen? Ja, nee, dat was letterlijk een lijst van redenen waarom jij klasvertegenwoordiger moet worden. Dat had niks met geschiedenis te maken. Hey, ik had het ook over de slavernij. Ja, de herinvoering van slavernij van brugklassers. Nee, je hebt een onvoldoende, dus je moet haar kansen. Niet eens. Mij, niet alweer. Ik ga het doen! Ik doe het strolkous, tenzij ik klasvertegenwoordiger word. Mij, dit is niet Amerika. Pas op! Deze kogels zijn herbruikbaar! Niet op de tafel staan. Na de les herkansing inplannen op mijn kantoor. Mooi toneelstuk op het einde. Toneelstuk? Volgende presentatie is van Maya. Ja, ik heb presentatie. Maya, iedereen heeft presentatie. Volgens mij was ik ziek op de dag. En er was niemand om je bij te praten. Morgen zijn dus de geschiedenispresentaties. Geschiedenispresentatiedag! Nee. Na de les, mijn kantoor. Coco. Presentatie door Coco. Hallo allemaal. Mijn presentatie gaat over de geschiedenis van de liefde. Specifiek weekdierenliefde in het oude Japan. Vandaag de dag is het heel normaal dat meisjes verliefd worden op andere jongens. Maar in Japan werden meisjes ook verliefd op inktvissen. Dit klinkt misschien raar, maar het stond allemaal in de geschiedenis. Sterker nog, ik heb een tekenfilmpje gevonden dat deze liefde in beeld heeft gebracht. Laten we kijken. Wat heb ik verkeerd gedaan? Let niet op mij, ik ben...